is nogal winderig en nat tijdens onze tocht over de randmieren. Maar even verder, op de Utrechtse Vecht, is niks meer te merken van het ruwe water. We gaan dwars door Weesp, waar we al eerder hebben aangelegd. Toen waren we zo gefocust op de Vecht dat we vergaten te kijken waar dit vaarwater op uitkomt. Als we thuis de kaart bekijken, zien we pas waar die naartoe voert. Het Amsterdam-Rijnkanaal over en dan de Weesper trekvaart nemen richting Amsterdam. Jullie voelen hem al aankomen. We varen over de Weesper trekvaart, waarbij we langs deze prachtige wipmolen komen. Het Amsterdam-Rijnkanaal kruisen en langs de Bijlmer, Diemen, Betondorp en de Omvalvaren. Het laatste stuk van onze tocht gaat over de Amstel naar Uithoorn, waar we aanleggen in het centrum. Zo, waar gaan we langs vandaag? Wij zijn Pieter en Marieke en allebei gek op varen. Pieter is vooral blij met de zon op zijn hoofd, al heeft dat ook zijn nadelen. Waarom heb je de kaart erbij gepakt dan? Ja, omdat de iPad is uitgevallen vanwege oververhitting. Hij zit aan het roer, ik bedien de kamer. Onze boot is een Saint-Tropez cabin cruiser, waarmee we het liefst hele lange tochten maken. Bekijk samen met ons Nederland vanaf het water. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. Maar liefst 99 kamers zou deze villa tellen. Van cacaofabrikant Casparus van Houten. Hij had een mooi zicht op zijn chocoladefabriek aan de overkant van het water. Misschien herkennen jullie de blikjes met cacaopoeder nog. Waaronder deze, met de afbeelding van de molen even verderop. Ooit eigendom van de chocoladefamilie. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices. Het was de tijd van de trekvaartekoorts, eind 17e eeuw. Snel vervoer en altijd op tijd. De Weesper trekvaart was een van de eerste in Nederland. Het kruist hier het Amsterdam-Rijnkanaal, dat pas eeuwen later werd aangelegd. Making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing. Het kanaal werd gegraven als snelle vaarweg tussen Amsterdam en Tiel, in plaats van de bochtige en daardoor langzame Utrechtse Vecht. Meestal is het hier nogal druk. Deze keer hoeven we maar één binnenvaartschip voor laten gaan. Waterpeil even hoog is als het omliggende water, liggen de sluizen hier er vrijwel alleen maar voor de sieren. Hier ligt Driemond, de naam zegt het al, de monding van drie stromen, het Smalweesp, de Gaasp en het Gein. De laatste stroomt hier onder dit leuke bruggetje door naar Apkoude. De Weesp-trekvaart is 11 kilometer lang en volgt behalve het traject van het Smalweesp en de Gaasp ook de ringvaarten van de polders Bijlmermeer en Watergraafsmeer. Er komen een stuk of 20 bruggen tegen onderweg. De meeste zijn beweegbaar. De laagste vaste brug is ruim 4 meter. Ja, we zijn een nieuw terrein, hè? Ja, de Weesper trekvaart. Die hadden we nog niet eerder gevaren. Nee. Op weg naar? Ja, dat is even de vraag. Hè. We gaan in ieder geval naar de Amstel. Maar waar we vannacht blijven slapen, dat moeten we nog... uitzoeken. Je merkt er niets van, maar een bakboord achter het groen ligt al de Amsterdamse woonwijk De Bijlmer, gebouwd op de plek waar ooit het Bijlmermeer lag. Eenmaal drooggelegd een polder waar graan moest groeien om de bevolking te voeden.
De groene omgeving gaat hier abrupt over in huizen en kantoren. We naderen Diemen, waar nog weinig van de oorspronkelijke bebouwing is overgebleven. Alleen de Sint-Petruskerk met de imposante pastorie doet nog een beetje historisch aan. Interessant is het witte gebouwtje ernaast. Het was ooit de voorloper van de Sint-Petruskerk en katholiek. En in die tijd mocht een katholieke kerk er vooral niet als kerk uitzien. De omgeving van dit laatste stukje trekvaart was vroeger het domein van een beruchte motorclub en van de Bijlmer Baaiers. De gevangenistorens hebben plaatsgemaakt voor luxe woningen met mooi zicht op het water. Wij hebben zicht op de hoogste toren van Amsterdam, de Rembrandt-toren. Die staat op een voormalig schiereiland waar de schilder zijn inspiratie op deed. Aan de voet van de Rembrandt-toren staat Café de Omval, een voormalige portierswoning van een chocoladefabriek die al lang geleden is verdwenen. Het café staat er ook niet lang meer. Naast de torenflats komt de Weesper-trekvaart uit in de Amstel, die stuurboord uit naar het centrum van Amsterdam stroomt en daar doodloopt in de Amsterdamse grachten. Wij gaan bakboord uit, stroomopwaarts langs dit laatste restje Amsterdam naar de oorsprong van dit beroemde water, de Amstel, de rivier die iedere Nederlander kent, al is het alleen al van het bier. Achter dit charmante hefbruggetje stond niet lang geleden nog de Zuidergasfabriek. Het fabrieksgas was niet meer nodig na de ontdekking van de gasbel in Groningen. Nu verrijst hier een nieuw stuk stad. De Amstel stroomt zo'n beetje tussen Uithoorn en Amsterdam. De rivier is al eeuwen een speelbal van de waterbeheerders. Hij is al wat langer gemaakt, rechtgetrokken. En als het zo uitkomt, wordt even zo gemakkelijk de stroom omgedraaid. Net zoals langs de Utrechtse Vecht bouwden hier de rijke Amsterdammers hun buitenplaatsen. Zo'n 70 stonden er ooit in Amsterdam langs de Amstel. Er zijn er nog 3 over. De Oude Kerk ontvouwt zich mooi langs de boorden van de Amstel, met als blikvangers de Amstelkerk en de Urbanuskerk. Hoe klein het ook is, Oude Kerk heeft een rijke historie en was waarschijnlijk de uitvalsbasis van de roemruchte heren van Amstel, die met de bouw van de Dam in de Amstel aan de wieg stonden van Amsterdam. Maar wat jullie misschien nog wel interessanter vinden, je kunt door deze brug over de Bullenwijk, de Waver en de Winkel naar de Vinkeveense plassen varen. Dat doen we een ander keertje. We varen nu verder over de Amstel, langs deze voormalige kruidfabriek. Veel mensen vonden er werk, maar de angst voor ontploffingen was er altijd. Net zoals in Oude Kerk komen we hier een Urbanuskerk tegen. En er zijn er nog 2 in de buurt. Ze zijn waarschijnlijk genoemd naar paus Urbanus I, die ook wel de bisschop van Amsteland wordt genoemd. Je kon hem aanroepen als er onweer en bliksem dreigde. Maar hij scheen ook te helpen tegen dronkenschap. The world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away.
This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the light. Van Uithoek in het Veen tot voorstad van Amsterdam, Uithoorn. We leggen aan in de jachthaven in het centrum. Daar is ook nog wel wat te bekijken. Morgen gaan we verder. Via Vrouwenakker, de Tolhuissluizen en Bilderdam naar de Braas. Die video staat binnenkort op ons kanaal. Bekijk intussen deze video's. Die vind je misschien ook interessant. Bedankt voor het kijken.